We gaan het hebben over de balans tussen lichaam en geest. En dat begint, naar het schijnt, binnenin. En bij ons zit Goede Leijsen. Ze heeft een boek geschreven, Boost. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Heel goedemiddag, Goedele. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bij bent. Een jaartje geleden was je ook al te gast. Ja, toen had je nog geen boek. Ondertussen is er een boek gekomen. Ondertussen is er een boek, ja. Ja. Nu, ik ben dus door dat boek gegaan. Ik heb dat natuurlijk niet helemaal kunnen lezen. Maar ja, ik word er een beetje bang van. Want waar moet ik in godsnaam beginnen? Want daar staat zoveel informatie in. Wel, je kunt eigenlijk beginnen met te kijken van wat wil ik graag? Wil ik graag mooier worden? Ja. Wil ik graag meer energie? Wil ik graag meer ontspannen worden? Of wil ik graag detoxen? En dat zijn de vier grote hoofdstukken. Dus daar kan je uit kiezen? Dus het is daar niet... kun je uit kiezen. En okay. Dan in elk hoofdstuk heb je dan het gedeelte yoga, waar je dan yoga-oefeningen hebt, mm-hmm. ademhalingsoefeningen, heel toegankelijk, of meditatie. En dan heb je een stuk voeding, wat dat iedereen toch wel interesseert, waar iedereen toch wel mee bezig is. En dan een stukje lifestyle. Ja. Dus dan kijk je ook eigenlijk binnen elk hoofdstuk van wat heb ik nodig, wat wil ik graag doen. En op het einde van elk hoofdstuk staan ook nog een keer 10 tips, algemeen, die ik eruit heb genomen, die eigenlijk makkelijk zijn, instapklaar en die je kunt, waarmee je eigenlijk gewoon direct kunt beginnen. Oké. Okay. Ik zou zeggen, laat ons beginnen bij dat voedsel, want daar staan een paar namen in waarvan ik nog nooit gehoord had dat ze bestonden. Superfoods. Superfoods zijn het, ja. Wat zijn dat precies? Ja, superfoods zijn voedingsmiddelen die heel hoog geconcentreerd zijn aan essentiële vetzuren, proteïne, vitamines, mineralen. Ja. En je hebt er zo'n heel aantal. En, noemen ze ons een paar op, want het waren echt namen. Zoals bijvoorbeeld spirulina. Ja. Dat heb ik bij hier, dit. Groene poeder. En wat is dat? Dat is eigenlijk een alg. Een alg die tot een groen poeder vermalen is. En spirulina staat op de lijst van voedingsmiddelen die zou kunnen gebruikt worden om de hongersnood uit de wereld te helpen. Omdat die zo volledig is aan voedingsstoffen. Ja. Dus het is prestatieverhogend. Mag je dat glas eens even... houdt je bloeddruk en je cholesterol onder controle. Dus dat is dit dan? Ja, dat is een poeder. Nee. Oh. Het ruikt een beetje naar aquarium. Ja, ik wou net zeggen. Maar je hebt ook niet veel nodig. Hè. Een heel klein theelepeltje is eigenlijk genoeg. Ja. En dat doe je dan in je smoothie 's ochtends. En dan boost je eigenlijk je smoothie. En wat zijn de heilzame stoffen daarin? Wat doet dat met jou als je dat inneemt? Dus prestatieverhogend. Zorgt ervoor dat je bloeddruk en je cholesterol onder controle blijft. Je krijgt er echt veel energie van. En het is ook goed voor je immuunsysteem. Dus het helpt je verdedigen tegen verkoudheden, tegen de griep? Ja, het maakt je sterker. Ja. Is het niet zo dat ik snap dat dat heel gezond is en dat daar heel veel goede kwaliteiten aan verbonden zijn. Maar als ik gewoon gezond eet, houd ik dan ook niet mijn cholesterol onder controle? Absoluut. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon niet gezond eten. En die best, of die een heel jachtig leven hebben. En die best wel een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Mm-hmm. En dan kun je eigenlijk je ontbijt... Hoeveel mensen ontbijten niet gewoon met een witte boterham met choco? Voilà. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Maar dan is het toch wel fijn om een smoothie te hebben en dan meteen toch wel zo wat extra voedingsstoffen gewoon naar binnen te kappen. Ja. Het is makkelijk, het is snel. Mag ik even op die boterham met choco terugkomen? Want dat viel me dan meteen op. Ik draag dit boek op aan mijn zoon Sam. Als hij zich ooit zou afvragen waarom er in ons appartement een yogamat ligt op de plaats van een salontafel en waarom hij als ontbijt komkommersap en superfood smoothies krijgt in plaats van boterham met choco, dan kan hij hier de antwoorden vinden. Krijgt jouw Sam nooit boterham met choco? Af en toe, als hij het echt graag wilt, mag je een boterham met choco. Ja. Maar vraagt hij zich dat af? Want hoe oud is hij? Hij is 11. 11 jaar? Ja. Dat hij... zoiets heeft van, ja, maar mama, geef mij eens een boterham in plaats van zo'n... Wat Sam via mij geleerd heeft, denk ik, en wat dat ook het belangrijkste is, om gewoon een goede balans te houden. Ja. Dus als hij 's morgens een boterham met choco wil, het is er niet vaak, maar als er bijvoorbeeld eens neefjes komen spelen of zo, dan koop ik wel... brood is er wel in huis en choco is er dan ook. Als die pot blijft dan natuurlijk een tijdje staan, dus dan eet hij daar ook van. En, maar dan, wat hij dan automatisch doet, vind ik wel heel leuk. Dan wil hij, als hij naar school gaat, wel een appel meenemen. Of dan dus dat vraag je dan? Ja. Dan, of, het is een soort van levensstijl wel, hè? Ja. Ja, maar wat mij nu opvalt, jij zegt dat jouw zoon 11 is. Mag ik zo onbeleefd zijn om te vragen hoe oud jij zelf bent? Ja, ik ben 38. Ik mag het niet vragen. Dan zie je er natuurlijk wel nog supergoed uit. Ja. Hoe weet jij dat dan aan heel dit boek, zeg ja, maar? Ja, absoluut. Eigenlijk, dit boek is...
ik ben 12 jaar beauty- en gezondheidsjournalist geweest voor Feeling. En alle tips, alles wat ik geleerd heb uit interviews en ja, zelf geïntegreerd heb in mijn leven, staat in het boek. Op een bepaald moment ben ik dan ook met yoga begonnen, mm-hmm. meditatie en ademhalingsoefeningen. En dat is zo de aanvulling. En toen was de cirkel een beetje rond. En het boek is heel holistisch en het is heel toegankelijk in die zin. Er zijn heel veel kleine dingen die je, heel veel kleine dingen die eigenlijk een heel groot verschil kunnen maken. Ja. Nu, hoe je voelt. Je hebt die dingen bij en, ja. En ook bananen. En daar zit een soort van wit product in de glazen. En je hebt een blender bij. Ik ben heel benieuwd wat je daarmee wil doen. Ik dacht, misschien kunnen we een superfood smoothie maken. Ja, voor Julie. Ja, van Marcel is proeven. Ik weet het niet. Hij durft niet, denk ik. Ik heb er nooit zeewier binnen gehad. Het is heel eenvoudig. Per ongeluk, maar. In feite, als melk, ik gebruik nooit koemelk, maar plantaardige melk. Dus mm-hmm. amandelmelk, maar dit is rijstmelk. Okay. Dus ook goed, of havermelk. Je kunt... En dan doe je gewoon een glas, dus eigenlijk hoeveel dat je wilt drinken. Ja. En je glas is dan iets minder vol dan tot aan de rand, omdat je eigenlijk nog bananen en zo gaat toevoegen. Ja, ja, ja. En dan doe je op. In de blender. In de blender. En dan bananen. In feite, dat is mijn ontbijt, 's ochtends. En ik juice dan ook nog een komkommer. Mijn zoon Sam die eet 's morgens, of drinkt 's morgens vaak komkommersap, maar houdt ook wel van wortel met gembersap bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ja. Dat zijn en heeft hij dat als kind ook gehad? Eigenlijk ja, zolang dat ik het doe, drinkt hij dat mee. En hoe groot is hij en hoeveel weegt hij? Hij is bijna zo groot als ik. En hoeveel hij weegt, weet ik niet, maar hij is toch een serieuze manskerel aan het worden. Ja, want je zou denken, als je op van die sapjes en dergelijke leeft, dat je een beetje achterstand zou hebben, maar heeft hij niet. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat hij krijgt. Hè. Ah, okay, als hij zijn boterham met choco wilt per se, dan krijgt hij daarbij ook een komkommersapje. Dus okay, het is allemaal in balans. Allemaal in balans, voilà. Ja. Dat is ook de beste manier, anders hou je het ook niet vol. Nee, het is erom. En wat is dit nu? Dit zijn cacaobonen. Er is aan ruiken. Ik ben wel heel blij dat het niet van de achterkant van een dier komt. Ah ja. Oh, en de blender gaat niet kapot. Nee, die zijn speciaal. Dus dan doe je dat eigenlijk, en dat zorgt ervoor dat je van die dat het zo'n beetje crunchy wordt. En dat is eigenlijk heel bitter, dus niet zo super lekker om zo te eten. Maar, waarom doe je dat dan als dat niet lekker is? Het is lekker met banaan. Ah, ja, met bananenrijstmelk is het wel lekker. Ik zal niet te veel doen, nee. Spiruline. Nee. Kan je daar te veel van eten, dat het eigenlijk ongezond wordt? Ik heb nooit gehoord van overdosissen of zo, maar ik denk als mensen beginnen... Het zijn gewoon voedingsmiddelen. Hè. Maar als mensen beginnen, zou ik wel aanraden om met een heel klein beetje te beginnen en kijken van wat effect heeft het op mij. Oké, ik ben toch benieuwd hoor. Ik het zou gezonde verstand laten gebruiken. Het ziet er heel smakelijk uit al, het is echt... Ik denk dat ik er helemaal weg van ga zijn. Ik ga het misschien nog heel even dat we geen blokjes hebben. Ja, dat we geen blokjes hebben. Ja. Dus wat hadden we nu? Rijstmelk, banaan... En cacao en spinazie. Ja. Een banaan die groen wordt? Ik moet toegeven dat ik nu ook wel even moeite heb. Maar ik kijk er wel naar uit en aan Maarten zijn gezicht te zien hij niet. Ja, ik moet overtuigd worden. Ik stel voor om het gewoon te proberen. En die cacaobonen zijn altijd een beetje crunchy, dus die zijn niet helemaal vermalen. Mm-hmm. Nou, het is proberen. Cheers. Ik ruik eigenlijk vooral banaan, moet ik zeggen. De banaan neutraliseert ook de smaak van de spiruline. Dit is gewoon een soort milkshake met banaansmaak en crunchy... Stukjes. Van het aquarium proef ik niks. Maar je hebt heel veel goede dingen binnen. Ja. Je kunt echt makkelijk 's morgens twee bananen en die melk en dan boosten hè, met de superfood. Dat is het enige wat jij dan eet? Nee. Nee, 's morgens bedoel ik. Nee. Ik choose dan ook altijd mijn komkommers. En vaak heb ik kefir, dat is een soort yoghurt, met daar rozijntjes en nootjes erin. Of ik maak een eitje af en toe. Mm-hmm. Of ik maak porridge. Voor mijn zoon maak ik ook vaak zo... Havervlokken, niet weg? Ja, wel met de stukjes. Het is vreemd. Nu, ik stel voor dat we ook wat beweging gaan doen. Oké. Okay. Ik vond het alleszins wel heel boeiend. Ik ga dat wel opdrinken zo meteen. En ik ga je laten weten of het helpt nog, hè? Qua energie. Goed, maar er is ook een yoga-oefening om energie te krijgen. En misschien moet ik even mijn schoenen uitdoen. Ja, ik ga dat ook doen. Dat kan ik ook. Zo. Alright. En we gaan de frog doen. De frogs, ja. De frogs is een hele goede stretch voor de rug, heel versterkend voor de benen en zorgt ervoor dat je meer stabiliteit krijgt.
Dus dat je steviger met je twee benen op de grond staat. Dus ja. je gaat zitten en je hielen zijn tegen elkaar, tenen van de grond. En we gaan inademen en we gaan omhoog. En de neus gaat naar de knieën. En je ademt uit en gaat naar beneden. En je ademt in, omhoog. En uit naar beneden. Ah, dat lukt nog. Het is niet te zweverig. Een hele goede oefening voor, om je bovenbenen te versterken. Hmm. Echt, als je er zo 12 doet 's ochtends, dan ben je helemaal klaar voor je dag. 12 keer? Ja, zullen we 12, hebben we tijd voor 12 keer? Ja, 12 zal misschien niet lukken. Dat overleeft Maarten niet, denk ik. Oké, en probeer je hielen tegen elkaar te houden. Maar ik kan niet tot boven. Dit is het verste. Dat is ook niet erg. Oh. Ja, dat is niet zo erg. Als je omhoog gaat, probeer je je hielen van de grond te houden. Maar, dus iets moeilijker. Maar je zou toch zeggen dat je daar moe van wordt? Je krijgt daar superveel energie van. Daarna, je moet iets voelen. Ja, oké. Oké, daar gaan we. Dat kan ook aan de superfood. Je ademt in en je ademt uit. En je ademt in en uit. En in en uit. En in. En hoe laat 's morgens doe je dat? Ik sta redelijk vroeg op. Ja, wat is redelijk vroeg? Vertel het maar. Oké, om 4 uur. Ja. Om wat te doen? Om mijn meditaties en mijn yoga-oefeningen te doen. Ja. Ja, om mij helemaal klaar te maken voor mijn dag. En hoe laat ga je dan slapen? Rond 10 uur. Ah, toch. Ja, ik heb een 6 uur slaap nodig, in feite. Ja, ik ook. Okay. Maar jij mediteert ook. Is dat moeilijk eigenlijk? Want dit is natuurlijk wel makkelijk, maar is dat ook niet toch wel voor gevorderde mediteren? Of kan iedereen dat leren? Ja, iedereen kan dat leren. Dat is eigenlijk het trainen van je geduldspieren. Hè. Je leert het door rustig te kunnen blijven zitten in het begin. Ik herinner mij mijn eerste keer dat ik mediteerde. Mijn timer stond op 7 minuten. En na 3 minuten was ik al van mijn mat, omdat ik zoveel dingen dacht van ik moet dat nog doen. Zo'n keilange to-do-lijst die ik helemaal wilde afwerken. Ik dacht, wat zit ik hier niks te doen? Maar het is super interessant. Het geeft je meer focus. Je wordt er rustiger van. Ja. Je wordt je meer bewust van wat je denkt. En nu mediteer je dus van 4 uur 's morgens tot 7 uur of zo? Tot... Nee, half 7. Half 7, ja toch. Half 7, ja. Fantastisch. Duurt dat niet oneindig lang? Eigenlijk niet. Eigenlijk, het is een gewoonte. In het begin is 5 minuten al veel, maar na een tijdje... En ook omdat ik dan zelf lesgeef en toch, ja... Ik moet mezelf een beetje trainen, hè. Dat is belangrijk. Ja. Heb je nog 1 gouden tip om er zo uit te zien zoals jij? Komkommers. Is het waar? Ja. Om te drinken dan? Ja. Ja. Ja, als je een juicer hebt en je doet er een komkommer, je snijdt een komkommer in stukjes en je haalt die erdoor. In de schil van de komkommer zit silica, dat is een mineraal. En dat zorgt ervoor dat je celwanden soepel blijven, de wanden van je bloedvaten. Silica, silicoon, hè? Nee, silicium. Had je kunt, hè? Zorgt ervoor dat... dus je huid en je huid blijft er elastisch van en je haar en je nagels blijven glossy. En het is jouw beauty mineraal. Fantastisch. Nu, veel meer tips staan ook in het boek dat Goedele heeft samengesteld. Eigenlijk een beetje wat je al die jaren verzameld hebt aan informatie, dat deelt ze nu met de wereld. Het heet Boost en het is te verkrijgen in de betere boekhandel.